Wat wilde ik als kind worden? Nou, eigenlijk denk ik gewoon wat ik nu doe. Ik ben Harry van Hoof, 65 jaar. Ik heb een eigen drukkerij in Tilburg genaamd Drukkerij Kleurrijk OKZ. Het is een samenwerkingsverband met Amarant, een zorginstelling. Ik heb 23 cliënten met begeleiding. Zijn bij mij werkzaam en samen maken wij leuke producten, grafisch allemaal. Het zijn allemaal mensen met een beperking. Ja, die samenwerking, dat geeft mij een hele hoop energie. Want je ziet door het feit dat ze zich betrokken voelen, dat ze ook graag gewoon dingen zelfstandig willen doen. En die ruimte geef ik ze dan ook. Van, dat kun jij wel, ik ben even weg, hè. Zo van die dingen. En dan zie je gewoon dat ze nog meer verantwoording krijgen van, hé, dit mag ik nou zelfstandig doen, dan ga ik eens even goed doen. Dat zijn hele mooie dingen die ik dan zie. Ja, er wordt hier ook best veel afgelachen. Ze mij een oude man noemen, een lelijk, een dik. Maar ik weet gegarandeerd dat het allemaal een beetje façades zijn. Dus ik denk uiteindelijk dat ze zeggen van, het is hier toch wel leuk, Mari. Ja, ik vind het hartstikke leuk hier om te werken, ja. Harry is een goede eigenaar. Ja, gezellig. Alles mag, nou ja, alles. Dan mag heel veel en altijd wel tijd voor een grapje. Hij valt mee. Van die stap, die samenwerking, heb ik nooit spijt gehad, nee. En als je dat met hart en ziel doet, doe je het ook goed. Ik denk, als je dat allemaal uitstraalt, dan is het aan het eind is het altijd mooi. Nou.